Het is heel anders dan lange files en rijen voor de koffieautomaat. Heel Nederland is vandaag weer aan het werk gegaan. Weg met de zon, terug in de hectiek. Maar er is een groep mensen die daar absoluut geen zin meer in heeft. Dit jaar zal waarschijnlijk een recordaantal van 150.000 Nederlanders een ik-vertrekje doen. We moeten eigenlijk eerst morgen tekenen en dan na die tijd mogen we het huis zien. Wat doen we aan? Wacht, het is gewoon vol vertrouwen. Tekenen, graag maar je naam. Oei, oei, oei. Wauw, wauw, wauw. Nou, er moet niet een beetje aan gebeuren. Nou, Sjaak dacht, het is in 3 dagen de koken klaarmaken en het huis is klaar. Dat is dus niet het geval. God, 3 dagen je moet plus. Er niet aan denken. Ja. Ja. We zagen Sjaak en Irma hier, Olivia. Is dit nou het werkelijke beeld van Nederlanders die emigreren? Nou, het verhaal van de boerderij die er op de foto zo anders uitzag dan het echt, levert natuurlijk de leukste tv op. Maar in werkelijkheid zijn die Nederlandse immigranten best wel goed voorbereid voordat ze op pad gaan. Luister maar even mee. Wij organiseren de emigratiebeurs en de 12.000 mensen die daar komen zijn wel degelijk goed voorbereid. En die doen er over het algemeen 4 jaar over voordat ze daadwerkelijk vertrekken vanuit Nederland. Ik raad de mensen aan om de taal goed te leren, want taal is essentieel bij een integratie. En ik raad ook aan om eens een keer proef te emigreren. Ga er maar eens zitten als de zon niet schijnt, als het regent of als het sneeuwt. Probeer het maar eens een keer uit. Nou, dat is een geruststelling. Ze zijn iets beter voorbereid. Maar wie emigreren er dan vooral? Ja, dat zijn voornamelijk hoogopgeleide mannen van rond de 31 die geen kinderen hebben. Dus geen verplichtingen die ze hier in Nederland houden. En waar gaan die dan naartoe? Die gaan voornamelijk naar Duitsland, België, de Nederlandse Antillen en op nummer 4 Spanje. Met landen die in trek zijn om naar te emigreren. Ja, niet zo heel spannend. Duitsland, België? Nee, dat zijn niet de meest exotische bestemmingen. Ze zoeken werk waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk de reden dat ze emigreren. Wat zijn de belangrijkste motieven voor mensen? Nou, helaas worden negatieve factoren krijgen steeds meer de overhand, waardoor mensen naar het buitenland vertrekken. Bijna een kwart is de mentaliteit in Nederland spuugzat. Die willen daardoor weg. Ook de vluchtelingencrisis speelt een grote rol. Voor 13% kiezen mensen ervoor om Nederland voor kortere of langere tijd te verlaten. Maar gelukkig zijn er ook nog steeds de klassieke redenen, zoals het zoeken naar rust en ruimte of genieten van je pensioen in de zon in Spanje. En werken in het buitenland is dus steeds meer in opkomst. Heb jij het ooit overwogen, Matthijs, emigreren? Nee, ik heb het hier wel naar mijn zin. Ik wil graag naar het buitenland, maar ik mag ook weer terugkomen. Niet voor langere tijd. Ik vind het trouwens wel leuk dat die mensen die dus voor de vluchtelingen op de vlucht gaan, gaan naar Spanje. En dan zeggen Spanje van ja, al die Nederlanders. Al die vluchtelingen hier. Precies. Olivia, allemaal hun eigen bed and breakfast. Of wat voor werk gaan ze doen in het buitenland? Nee, die bed and breakfast en die camping waar wij traditiegetrouw aan denken als we ik vertrek zien. Dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Mensen gaan echt voor een vacature, concrete vacature naar het buitenland. En er zijn ook veel vacatures. Er zijn zo'n 1 miljoen banen beschikbaar in Europa. En Nederlanders zijn daar populair voor. Wat voornamelijk gezocht wordt zijn vaklieden uit de bouw en transport, medisch specialisten, verzorgend personeel en IT'ers. Geen economen, Matthijs. Dus je wordt ook niet zo gezocht. Gelukkig die economen maar. Zijn alles. Hè? Bouwers, IT'ers, we zijn alles gewoon. Hey, Olivia, laatste vraag. Bij ik vertrek komen koppels heel vaak gedesillusioneerd terug. Die vertrekken dan ook weer om iets andere reden dan het overgrote deel van de mensen. Maar is dat illustratief dat er veel mensen gedesillusioneerd terugkomen of juist helemaal niet? Nou, dat klopt wel een beetje, want soms gaat het gewoon mis in 1 op de 5 gevallen. Het gaat voornamelijk om mensen die een eigen onderneming willen beginnen. En 1 op de 5 gevallen komt binnen 2 jaar terug met hangende pootjes. En dat heeft dan vooral te maken met heimwee, het niet goed spreken van de taal. Maar wat vooral de reden is, is dat ze niet goed begroot hebben hoeveel geld ze nou als buffer moeten hebben voordat het geld binnen gaat stromen. En dat zien geld ze is vaak al op verkeerd. Voordat ze echt beginnen. Ze zouden geen rekenen met een buffer van 2 jaar dat ze vooruit zouden moeten kunnen voordat ze daadwerkelijk geld gaan verdienen met die onderneming. Hoe zou het met Sjaak en Irma gaan? Ja. Daar is een update van. Ja, ik weet even niet hoe dat zoeken zit. Publiceren we op onze site.